kun je het verschil in dynamiek, of het verschil aangeven tussen het oude Jam van de eerste twee platen en het nieuwe Jam? Het zal wat veranderd zijn, hè? Ja, de tijd zal het ook nog wel een beetje moeten leren, denk ik. Weet je wel, ik hou er ook wel heel erg van om die interpretatie vanuit het publiek te laten doen of gelden eigenlijk. Maar ik denk dat het een stuk frisser is geworden. Wat je ook, het was toen sowieso een hele jonge band en met een stel rockhonden, zou ik maar zeggen. En het kon niet snel en hard genoeg. En ik denk dat we vorig jaar misschien niet zozeer tot bezinning zijn gekomen, maar wel iets meer hebben gekeken wat we nog meer wilden maken en wat we wilden uitstralen. En ik denk, de nieuwe bezetting is veel opener, weet je wel. Er is meer ruimte voor verschillende ritmes of melodieën en wat meer open couplet. En ik denk dat binnen ieder nummer, wat gemiddeld zo 3 minuten duurt, is het een soort van... is er meer afwisseling en ik denk dat het vooral het nieuwe Jam is, dat het niet meer één rechte streep is die dwars door je heen gaat, maar gewoon een mooie waterval van alles en nog wat, zou ik maar zeggen. Je moet het een beetje over je heen laten komen. Ik weet niet hoe ik het precies moet beschrijven, maar ik denk dat wat wel hetgeen is wat we nu graag uitstralen en wat de mensen willen laten horen, dat het gewoon een mooie samenkomst is van verschillende muzikale invloeden en inspiraties. Ja, dus meer afwisseling en minder recht vooruit rocken. Ja, zeker. Nou, eigenlijk is dynamiek precies het goede woord wat je al in de vraag gebruikte. Er zit gewoon meer dynamiek in de liedjes, zeg maar. Dus het is niet alleen maar op 11 alles keihard inspelen, maar ook gewoon rustig opbouw, afbouw. Nooit gedaan, altijd alleen maar gaan, weet je. En nu zit de energie er nog wel in, maar het is ook de dynamiek is erbij gekomen. En daar zijn jullie heel bewust mee bezig geweest? Meer dynamiek in de liedjes dus? Dat blijkt een hele goede popliedjes, blijkt dat te zitten. En daar zijn we eigenlijk nu een beetje achtergekomen. Maar niet dat die andere liedjes niet popliedjes genoemd kunnen worden, maar het zijn nu wel echte liedjes, waarbij het liedje centraal staat. Ja. En dat hebben we iets aangescherpt, zeg. De kunst van het liedjes schrijven ontdekt of zo? Of daar echt mee bezig gegaan? Nou, dat zal je nooit ontdekken. Maar de tandarts zei vrijdag dat ik meer moest lachen, zodat ik meer mensen mijn tanden konden laten zien. Ik denk dat je dat ook wel op die plaat hoort, dat het gewoon heel vrolijk en energiek is eigenlijk. Maar de kunst van het liedjes schrijven ontdekken, dat zou ik niet eens willen ontdekken eigenlijk, want dan zou het niet meer leuk zijn. Het is juist mooi. Weet je, een plaat blijft toch gewoon een collage van wat je dat jaar samen hebt gemaakt. En dat is wat je hoort eigenlijk. Een betere plaat kan ik me tot op de dag van vandaag niet wensen eigenlijk. Oké. Ja. Is er voor jullie één kernsong op de plaat? Of één liedje toen jullie dat maakten, is de richting duidelijk? Nou beginnen te lopen of zo? Ja, eigenlijk wel. Dus ik vind vooral waar we ons echt wel mee verbreed hebben is vooral She's Said, oh, I Said Yeah Yeah Yeah. Het is het nummer met de langste titel. Die zelfs ik nog soms moeilijk kan spellen. Maar het is een te gek nummer wat we hebben gemaakt. Ik ben er heel erg blij mee dat we uiteindelijk zo'n stap hebben gemaakt. Met een andere benadering. Een andere soort benadering van de drums en de zang en de gitaarspel en het geluid van de gitaar. Maar wat is er zo anders aan dan aan het leren?